De meiden zijn... Is dit het? Komt straks deze plantenbak te staan. Die wordt helemaal mooi opgevuld. Oké. Wacht even, wacht. Sam komt er ook nog bij. Goedemorgen, jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik ben vandaag wakker geworden na Shaquille. Hey! Goedemorgen. De twee katten zitten alweer hier in de slaapkamer. Wij hebben dus allebei heerlijk in deze kamer geslapen door die airco. De katjes voelen zich helemaal buitengesloten, jongens. Heb je nog steeds pijn? Ja. Oh, sorry man. Oh jee. Hou let op. De poes wordt gek. Oh, de poes wordt gek. Nee. Nee. Ah! Het is jouw bed. Jij ligt erin. Jij moet vanavond nog hier slapen. Ik bespaar je deze keer, ja? Nee, omdat het jouw bed is. Dat is echt anders dan je het toch gedaan. Ja, dat is waar. Voor alle mensen die mijn vlogs volgen voor het aquarium. Kijk eens wat een prachtige vis, jongens. Hij is natuurlijk gisteren ingekomen en hij heeft de nacht overleefd. Dus dat is mooi. Gelukkig wel. Oh, ik ben er echt zo blij mee. Ik ben wel benieuwd eigenlijk waar de meeste van jullie mijn vlogs voor kijken. Is dat Jade? Ben ik dat? Is dat mijn aquarium? Zijn dat de vlogs met mijn familie? Laat me achter in de reacties. Ik ben eigenlijk wel benieuwd daarnaar. Zijn het de vakantievlogs? I don't know. Maar hij doet het goed. Hij is gezond. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Een tijdje geleden zijn bij mij de planten weggehaald. Ik heb natuurlijk een tijdje planten in deze hoek gehad. Die zijn toen weggehaald door bepaalde redenen. Het is niet echt nodig om die te vertellen, maar er zijn wel dingen gebeurd waardoor ik ze dus niet meer wilde. Maar vandaag krijg ik dus nieuwe planten en wordt mijn huis opnieuw een soort van gedecoreerd. En komen er wat nieuwe dingetjes te staan hier. En dat is natuurlijk super leuk, want het is een hele kale hoek daar, vind ik zelf. En er komt dus straks iemand langs en die gaat dus hier nieuwe dingen plaatsen in de hoek. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien. Niet alleen in de hoek trouwens, ook nog op andere plekken. In huis. Kijk eens, mijn moeder is hier binnen. Mijn vader trouwens ook. En ze hebben een cadeautje voor me meegenomen. Ja. Nou, kijk, de drinkbak waar ik het laatst over had voor de katten bij mijn ouders. Die hebben ze dus meegenomen. Dus die heb ik nu zelf ook. Ja. Thanks. Hey, kun jij lekker goed drinken met dit warme weer, Bolle? Kijk, je stopt hem in het stopcontact. En let op. Oei. Oké, er gebeurt niks. Ja. Oh, en hij begint te lopen. Nice. Mooi voor de poesjes. Ja. Lekker poes. Oh, hij denkt nieuw? Ja. Nee, toch niet. Oh, dan gaat de ander ook. Ja. Ja, nou gaan we lekker drinken, jongens. Nou, jongens en meiden, kijk eens aan. Mijn hele gang staat hier al vol met spullen hier. En Annemarie is er ook. Ja, hallo. Nee. Jij komt vandaag dus mijn huis een beetje decoreren en mooi maken. Zeker, want, zeker. Het mist heel veel kleur en mooie dingen nog inderdaad, ja. Hè? Ja, we gaan het helemaal aankleden. Ja. Oh, hartstikke leuk. Precies. En wat ga je hier precies maken? Want je ziet al, dit is een hele mooie plant eigenlijk. Ja, een soort van met een pilaar erbij. Grasprieten, ja. Pilaar, mooie glazen vaas. Hè? Die is al heel decoratief van zichzelf. Nou, gaat helemaal leuk worden. Nou, mooi. Dan vind ik een hele gave hal krijgen. Zeker. Zo, hè? Er staan hier dus natuurlijk nog meer dingen. Deze staat hier nog ingepakt. Die komt er straks waarschijnlijk in de woonkamer. We hebben hier ook nog wat andere dingen staan. Gewoon om te kijken of het wat is voor in huis. Deze heb ik nog niet gezegd. Dit zijn dus eigenlijk kleine puffervissen. Als je het zo kan noemen. Wat is de Nederlandse benaming van een puffervis? Weet je dat? Een... ik heb geen idee. Puffervis. Ja. Dit zijn... Ja, dat is een goede vraag, hè? Ja, gaat maar eens vragen. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dus de Engelse benaming van deze vissen, maar ik weet even de Nederlandse niet meer. We zijn er ondertussen opgekomen. Het zijn dus kogelvissen, inderdaad. Dat is de Nederlandse benaming ervoor. Nou, we gaan ze plaatsen. Vind je ja, niet? We gaan ze een plekje geven. Kijk, jongens. Dit is dus de plek waar ze komen. Het stemt dus leuk af. Natuurlijk vissen en mijn aquarium erbij. Dat is een leuke decoratie zo. Deze hoek, die was natuurlijk heel erg kaal. Die had ik er dus over. Dus hier komt straks deze plantenbak te staan. Die wordt helemaal mooi opgevuld straks. Dus we gaan straks ook het eindresultaat daarvan zien. Kijk jongens. Daar komen de planten. Oeh. Dit is wel mooi. Ik moet eigenlijk zelf de gordijnen opengooien. Dan kan ik het beter zien hoor. Maar dit ziet er wel goed uit zo. Het eindresultaat, jongens en meiden. Kijk staan. De hoek is klaar. Dit is dus nu hoe het is geworden. Nou, echt ontzettend mooi. Echt heel mooi, dankjewel. Super, ben je er blij mee? Ja, zeker. Top.
Zo, ze zijn de deur uit, jongens en meiden. Nu hebben we wel iets leuks natuurlijk. En dat is namelijk dat als je nou zelf planten of decoratie voor een huis wilt, zoals bijvoorbeeld dit. Ik weet nog niet of ik dit hou. Het is allemaal nog een beetje de aankomende dagen aankijken wat ik precies hou. Ik bedoel, ik heb hier ook dat staan. Dat is dus nieuw. Maar nu heb ik dus een code, GEO15 is dat. Dan kan je bij de website hier beneden, kan je dus zelf ook met korting daar iets kopen als je dat zelf zou willen. Bijvoorbeeld, of als cadeau. Maar ik ben echt ontzettend blij met wat ik nu dus nieuw heb in huis. Zoals de plant hier. Ik vind hem echt heel erg mooi geworden. En ik ben heel erg benieuwd of jullie het daar ook mee eens zijn. Kijk, oma heeft trouwens een bril. Hé, hey. Wat leuk joh. Dat is even wennen, hè. Wat leuk. Maar jij, vind je hem mooi? Ik vind hem heel mooi, ik maar vind je hem moet echt hem zo filmen, moet je kijken. Ja, wat? Klopt. Die pot is zo mooi. Nou, dit is het, deze hoek zo. En daar is dus de zithoek. Ja, hier kan je lekker boekje lezen zo. Dat doe ik alleen bijna nooit. Ik heb echt een paar boeken maar in mijn leven gelezen. Nou, paar, volgens mij geen één. Echt wel. Jawel. Wij gaan even wat eten in de stad. Ik heb ontzettende honger namelijk. Het heeft eventjes geduurd, maar mijn hele huis is wel dus echt weer helemaal gedecoreerd. En daar ben ik ontzettend blij mee. Dus ik, nogmaals, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar we gaan nu dus even de stad in. Waar gaan we heen? 108. Is dat een aanrader voor de mensen die naar Rotterdam gaan? Ja, het is wel een leuke. Oké. Nou, dankjewel Matthijs. Alsjeblieft. Holy shit jongens, het ruikt hier zo erg naar pis. Niet normaal. Parkeergarages. Altijd op die trappen. De plassen mensen altijd. Echt extreem goor. De dames zijn er ook weer. Hola. Hola. Oké, Luna heeft iets heel handigs met de telefoon. Laat het zien. Ken je dit echt ook niet? Nee, ik heb dus nog nooit gezien. Nou, als ik zeg maar op mijn telefoon zit, kunnen jullie niet vanaf de zijkant zien wat er op mijn telefoon gebeurt. Kijk, ik kan nu, je zit nu, maar, je telefoon staat nu aan. Ja, de telefoon staat aan, maar vanaf de zijkant kun je niet zien wat ik aan het doen ben. Wacht, mag ik het vasthouden? Ja, tuurlijk. Kijk, hij staat nu aan, maar je ziet dus niet wat er gebeurt. Maar als je zo... Oh, wacht. Hier, zo zie je het niet, maar als je zo doet wel. En ik druk hem nu niet aan ofzo. Mensen kunnen niet meekijken op je telefoon. Ja. Dat is super handig als je in het vliegtuig zit of zo. Wat ja, en ook gewoon, ik weet niet, als je met voor werk. Ik wil het dus ook eigenlijk ook voor een computer hebben, maar dat bestaat niet. Oh ja, dat is helemaal handig. Als je dan dit klapt dan. Oh ja, ja. Wow, dit is lekker jongens, chicken fingers. Jij hebt dus ook letterlijk weer een burger gewoon. Nee, wel met klaar. Oh, je hebt wel gezonde dingen erop. Oké, deze keer wel. Wij zijn weer thuis! Oh. Wie gaat er straks mee? Wat ben je nou weer met de minderjarige meisje aan het doen? Even pep talk aan het doen. Wie gaat er straks mee springen van de brug af? Het zal wel iets verder. Ga jij mee? Ik ga niet mee. Hey, ga jij nog mee of niet meer? Nee, ik ga er van af en toe, oké? Nu twijfel je deze. Mag ik dat doen? Ja. Dat weet ik niet. Ga ik ook mee. Ja, het meest kutte wat ik dus eigenlijk vind is dat het terras daar gewoon best wel vol zit. En dat je dan gewoon random daarin springt ineens. Meiden, wat vinden jullie eerlijk van dit? Ik vind het zo vet. Ja? Weet je waar dit de mensen op lijkt? Je hebt toch van die beertjes of zo? Ik ja? Weet hoe dat heet. Ik vind die altijd zo vet, maar dit lijkt wel. Nou, thanks man. Ja. Luna wordt dus nu ook een beetje herkend door mijn vlogs. En laatst kwam iemand met uitgaan naar je toe en wat zei hij tegen je? Nee, het was niet uitgaan. Oh. Ik ga natuurlijk niet uit, maar het was een soort van diner. En je moest gewoon allemaal zitten. Toen kwam hij naar me toe gelopen en zei hij zo van... Jij bent toch die chick van Gio's vlogs? Dus ik echt zo, ja, dat kan. En toen zei hij zo van, ja... Geef me alsjeblieft één date. Gewoon één date. Dus zo. Dat zei hij wel. Gewoon één date. En zei van, ken je die film 365 Days? Dat hij zo een man haar ontvoert en dan helemaal het overtuigen. Letterlijk, dat was het. Hij zei gewoon van, ja, ik weet gewoon zeker dat wij voor elkaar bestemd zijn. Ik ben zo verliefd op je. Nu kom ik je tegen. Dit moment. Hij zei toch ook, op het eerste of zo, dat hoorde ik van Matthijs. Ja, jij bent echt tering lekker. Ja, maar dat zei hij niet. Dat zei hij wel, toch? Ja, dat is... Jongens, doe eens even rustig op straat. Rustig. Dus als je dit ziet, achteraf heb ik toch wel spijt. Dus hit me af. Oh, oké. Okay. Gio heeft dus nu een beeld van zichzelf laten zetten in huis. Hai, grappig ben jij. Dat is mooi, man. Je filmt ook gewoon nog steeds. Je legt hem neer, je drukt niet uit. Ik heb dus een doos gekregen van iemand, super lief. Kijk, helemaal zelf gemaakt met dingen. Die is naar mijn fanmailadres gestuurd. Super lief meisje. Echt ontzettend schattig. En er zitten dus allemaal snoepjes in, dingetjes in. Ik vind dit altijd zo lief als mensen dit helemaal maken voor me. Kijk toch. Ah. Dingen van Kiara, Rip, Kiara. Oh, ze zit hier zo staan. Oh. Kijk. Kijk.
Dat is toch cute? Ik vind het heel lief. Ja. We gaan straks springen hier beneden. Ik ga mijn belofte waarmaken aan jullie natuurlijk dat ik van de brug af ga en we gaan het straks gewoon doen. Zei je nou, we gaan hier zo meteen naar beneden springen? Nee, van de brug af. Nee, niet hier, nee. We gaan zo meteen met z'n allen naar beneden springen. Dit was de laatste vlog. Doei! Doei! Oké, okay, we lopen op de brug, jongens en meiden. We gaan hier dus straks springen. Maar er rijdt echt op dit moment net politie voorbij. Dus, we weten nog steeds niet of het mag. Hebben ze het door? Ja, het is kijken. Wat dan? Ik ga heel open kijken. Oh shit. Echt? Kut. Ze gaan, jongens. Ze zijn aan het stoppen, Oh mijn god. Thijs, die zei net wat tegen mij. Wat zei je nou net? Dat je niet mag zwemmen, want het is vaarwater. Je mag gewoon niet van de brug afspringen. Je mag ook niet van de brug afspringen? Nee, je mag sowieso niet van de brug. Hoeveel was de brug? 140 euro. 140 euro boete? Ja. Is dit een dom idee? Nee, het is gewoon een stom idee. Ik zou het is niet dat doen. Een leuk idee? Ja. Zeker omdat er letterlijk 30 seconden geleden politie langs reed. Dus ik heb waarschijnlijk ook gelijk. Gewoon nu gelijk. Gelijk. Ja, dus, vorige keer kon ik nog onder die palen doorzwemmen. En nu, staat het nu zie je die paal daar zo hangen. Ja, het is echt veel lager. Water is veel lager. Dat is waar. Water staat dus veel lager dan de vorige keer. Dus we weten niet of het nu heel slim is om het nu te doen. Waar zijn we ook weer mee bezig? Ja, dit is typisch weer gewoon Sam en Gio samen die weer kut ideeën. Oké, okay, jongens, dit is trouwens Ricardo. Ricardo gaat meespringen. Ben je bang? Oh. Ik wel. Klein beetje. Zijn jullie er klaar voor, boys? Sam, ben je er klaar voor? Nee, totaal niet. Dit is veel erger dan vorige keer. Het water is gewoon ons. Ja, het is wel een stukje lager, hè? Nou, een stukje. 2 meter lager. Oké. Okay. Wacht even. Sam komt er ook nog bij. Ja hoor, daar komen ze weer. En hoe was het? Thumbnail pick. Oh joh. Nou, hoe was het? Hey, ik heb... What the fuck was dat? Politie rennen. Ik heb hem wel waar gemaakt. Hé, daar is hij weer, hè? Heel zwaar. Dus, wie nu? 500 euro. 500 euro. Ik kan je shirt echt zo met hem uitknijpen en al het water gaat. Nee, niet op jezelf filmen. Nee. 1000 euro. Wie kan knuffelen? Ja. Nou, het was minder eng dan dat we allemaal dachten. Ik dacht het aan de Oh, godverdamme. Er liep er iemand en die zei, ik ga voor 1000 euro. Ik doe het. Laat maar raden. Iemand is zich weer aan het klaarmaken. Oh, ze is zich weer aan het klaarmaken. Ja, we gaan zo meteen even weg. Dus ja, en ik moeten natuurlijk even vliegen. Nou. Wil jij ook anders? Make-upje? Dan doen we net als die vorige TikToker of zo. Dat is een meisje. Nee. Dat doen we maar deze keer even niet. Ik heb daar zo... Dit was dat rokje. Dit rokje had ik aan. Hij is helemaal uitgerekt. Het is een beetje donker aan het worden. Alle decoraties die vandaag in het huis zijn neergezet, kan je nu nog beter zien. Kijk eens hier. Oh, het waait een beetje hard hier door de tocht. Hier moeten nog kaarsen in dus, want dat zorgt voor meer sfeer. Maar die moet ik pas eigenlijk morgen even halen, denk ik. Deze is helemaal mooi. Ik ben er echt heel blij mee. Nog steeds ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden. Maar het maakt het echt af. Het is echt top zo. De meiden zijn... Is dit het? Nee, ik zou toch het andere... Nee, sorry, ik vind dit er echt niet uitzien. Als jullie dit beschouwen als klaar... Nou, dat doe niet zo gemeen. Vind je dit echt matig? Ja, heel matig. Nee, het ziet er prachtig uit. Vind je dit echt... Kijk, te onzeker worden dan, hè? Is het top? Nee, het is top. Nee. Ik heb laatst Jesse en zijn mattie gedropt ergens in the middle of nowhere. En ik werd net gebeld door zijn noodtelefoon of ik naar buiten kon komen. Want ze zijn dus weer hier in Rotterdam beland. Dat betekent dat ze dus letterlijk al een week lang op straat geleefd hebben. Een week lang in allerlei provincies geweest zijn. Dus ik ga hem nu weer na een week volgens mij zien. Dus ik ben heel erg benieuwd of die er straks staat en waar die is. We gaan het zien. Wacht even. Yo. In een fucking Porsche? Ja man, je moet goed aankomen. Holy shit. We gaan er met jou dan. Ja, lekker man. Oh, ik heb deze week zo luxe geleefd. In een Porsche, gast. Dat was wel een verhaal vandaag. Mooie auto. Dankjewel, man. Mooi verhaal. Verhaal nog mooier. Ja? Ja. Het verhaal is nog mooier. Hoe de fuck ben je ingekomen? Ja, kijk, hij wordt gewoon gedropt in een Porsche. What the fuck? Hilarisch. Het
Ik heb een delicatessenbedrijf. Ik stap allemaal markt. Ik verkoop tapas. Gewoon, en ineens kom je hem tegen? Nee, het ging als volgt. Een collega van mij in Lelystad, yes. Die komt ze naar me toe van, weet wie dat is? Ik denk, wie is het dan? Rico en Badder weet wie ik ben. Naar me toe. Als een YouTuber, ik ken alle YouTubers niet. Zij zegt van, ik mag geen geld uitgeven, ik moet alles cadeau krijgen. Ik zeg, vriend, je kan alles met mij cadeau krijgen. Op een gegeven moment, 2 uur, ik gaf ze een tas met lekkers. Ik denk, niets gegeten, hè, vanavond. Op een gegeven moment denk ik, oké, die jongens die zie ik niet met de mazzel. Einde van de dag zie ik ze, ja, we moeten naar Rotterdam. Ik zeg, kerel, deze bus en aanhangwagen gaan nu naar Leiden. Vanuit Leiden hoppen we in een Porsche. Ah. En dan neem ik jullie mee uit eten, alles voor niks. Ik heb ook niks uitgegeven. Lekker, man. Jongens en meiden, ik ga lekker mijn bedje in. De meiden die hadden een dinertje vanavond, dus vandaar dat ze zich helemaal gingen opmaken en zo. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je dit leuk. Jesse, die slaat hier dus straks bij mij. Nice. Maar, jongens en meiden, tot morgen om 6:30 bij weer een nieuwe vlog. En ik zeg, later.